Ja, gisteren was natuurlijk laatste avondmaal. Dan is het vandaag Goede Vrijdag. En Goede Vrijdag is eigenlijk helemaal niet zo goed, tenminste. Jezus werd gekruisigd op Goede Vrijdag. Het was gisteren inderdaad zijn laatste avondmaal. En dat heeft natuurlijk voor de mensheid verlossing gebracht. Tenminste, als je daarin gelooft. Het hoort wel bij Pasen. Goede Vrijdag. Laten we maar eens wat tekeningen maken die daarbij passen. Doe je mee? Ja, vandaag is het Goede Vrijdag. En wat gebeurde er Goede Vrijdag? Wat gebeurde er toen? Ja, toen werd Jezus gekruisigd. En zou je zeggen, waarom heet het dan Goede Vrijdag? Omdat we mogen blij zijn als mens dat Jezus voor onze zonde is gestorven. En dat is het goede ervan, dat er een weg is gekomen, een opening naar God toe. En dat onze zonden zijn vergeven door Jezus. Jezus heeft onze straf gedragen, zeg maar. Tenminste, dat geloven we als christen. Dus dat is daar staat de Goede Vrijdag voor. Laten we dan eens die kruisen tekenen op Golgotha, het symbool wat we voor deze dag hebben. Beginnen we natuurlijk met het middelste kruis. Ik ga er geen poppetjes aan tekenen. Ik teken alleen die kruisen. En vaak wordt dat inderdaad afgebeeld. Het was natuurlijk op een berg. En dan wordt het vaak op deze manier afgebeeld. Als zijn de berg op Golgotha, waar die kruisen stonden. En die drie kruisen met het middelste kruis waar Jezus aan hing. Als symbool van Goede Vrijdag. Ja, je kan dit natuurlijk ook op allerlei andere manieren tekenen. En je kan natuurlijk ook een... het kruis veel meer 3D tekenen. Nou ben ik zelf ook niet zo sterk in 3D tekenen. Ik heb heel vaak dat mijn perspectieven dan weer niet kloppen. Maar goed. Een kruis in 3D. Eigenlijk valt er niet zoveel verder over te vertellen over die kruisiging. Bij Jezus werd er dan nog een bordje hierboven getimmerd met de koning der Joden. Om dat daar ook te tekenen, dat hoeft niet per se. Het is vandaag we gedenken de kruisiging van Jezus vandaag. Goede Vrijdag. Ik zie jullie gewoon morgen weer in de volgende video. Volgende tekening. Tot morgen.